In 2007 werd Herman Cruijff met de dames wereldkampioen zaalhockey. Vandaag begint een nieuwe campagne met een nieuwe bondscoach, Joost van Geel. Maar dat succes van Herman, dat is toch gewoon niet te overtreffen? De missie is begonnen. Onmogelijke missie? Nee, absoluut niet. Nee, het is, ik weet niet wat jij denkt dat onze missie wordt. Ja, je kan eigenlijk alleen maar verliezen als je naar het resultaat kijkt van Herman. Nou, dat denk ik niet. Althans, als je naar het resultaat kijkt, wereldkampioen is het natuurlijk mooi. Maar vorig jaar waren we natuurlijk derde in Europa, dus er zit absoluut natuurlijk nog wel rek in. En het mooie is dat we een traject hebben van 3 jaar. Waarin we denk ik wel het een en ander neer kunnen zitten. Waarin dit jaar voornamelijk Gent is ja, om een eigen cultuur en structuur zeg maar, neer te zetten. Waarin we de benefits van Herman zijn periode meenemen. En moeten leren denk ik, van de punten waar verbetering op zit. En daar kunnen we dit jaar mooi voor gebruiken, want we hebben geen titeltoernooi. Vandaag eerst training, wat was de eerste indruk? Nou, ik moet zeggen, ik vind het... Waar we voornamelijk even naar gekeken hebben van... Bewegingsmotoriek zeg maar, van de groep. Van, het zijn mensen in staat om makkelijk te bewegen, om dat te doen wat ze moeten doen. En daar eventueel ook dingen in op te pakken. En ik vind dat voor het grootste gros is dat absoluut een geslaagde missie. Wat ik ook leuk vind om te zien is dat we een aantal jonge spelers erbij hebben. We hebben de 3 tweedejaars Nederlands A en 2 eerstejaars Nederlands A. Nou, dat die redelijk geruisloos meegaan. En ik heb me zo gezegd, ja, we hebben natuurlijk geen jong oranje in de zaal. Dat we een beetje ons eigen jong oranje erin moeten hebben. Nou, dat is eigenlijk wel de bedoeling om de potentials uit onder 16 of onder 18, om die erbij te nemen. En ik denk dat vind ik absoluut positieve meerwaarde, dat die daarin meegaan. En dat we dus meer zaalhockeyers onder het dak hebben dan dat we beogen. Dat. Vandaag eerste training gehad, hoe was dat? Ja, het was even wennen, maar weer echt lekker. Lekker warm. Stel je even voor aan de kijkers, wie ben je? Ik ben Renske Siersema. Ik hockey bij KZ, in meisje 1 nog. En ik ben 16 jaar. 16? Je bent een van de jongsten denk ik, van deze selectie? Ja, met Sabine, nog een meisje van KZ. En wij hebben een stageplek hier. En bij KZ normaal gewoon op het veld? Ja, en ook in de zaal nog. Gewoon meisje 1, lekker. Wat is leuker, hier in de zaal of op het veld hockeyen? Ja, ik vind het heel moeilijk om daartussen te kiezen. Maar het is gewoon heel verschillend. Ik vind het wel lekker als je dan lekker in de winter de zaal in, lekker warm. Maar de veld is natuurlijk gewoon het belangrijkste en het doel. Straks in 2010, misschien ben je erbij in de zaal. Maar je hebt ook straks de Jeugd Olympische Spelen, hè, waar jullie voor geplaatst hebben. Ja, waar ben je dan liever als je het moest kiezen straks tussen die twee toernooien eventueel? Nou, ik hoop dat ik daartussen niet hoef te kiezen, maar dan zou ik toch voor de Jeugd Olympische Spelen gaan. Omdat de Olympische Spelen is zoiets speciaals dat ik dat echt wel wil meemaken. Dus uiteindelijk toch het veld wel? Ja, toch het veld. Lekker gedoucht, bijgekomen van de eerste training. Ja. Hoe was het? Ja, fantastisch. Dus ik vond het niet tegenvallen. Het was, ik had wel verwacht dat ik het veel zwaarder zou krijgen, maar het viel alles behalve tegen eigenlijk. Je was er in 2007 ook al bij. Ja. Toen zijn jullie wereldkampioen geworden. Ja, eigenlijk kan het niet meer beter nu, hè? Nee, eigenlijk niet, hè. Maar goed, ik denk dat je weer met een nieuwe groep, nieuwe kansen, nieuwe ontwikkelingen. En ik denk dat het gewoon hartstikke goed is om wel weer met een stukje ervaring en wat jonge mensen erbij om dat weer op te pakken. In 2011, als je straks terugkijkt na het WK op deze periode, wanneer is die geslaagd te noemen? Punt 1, als we denk ik het maximale uit dit team hebben gehaald. En dat wat natuurlijk een prachtige bekroning zou zijn als je daadwerkelijk de wereldtitel hebt. Maar ik denk dat het eerste absoluut het belangrijkste is. Dat we gewoon daarin op zijn gaan in de vaart der volkeren. En wat ik denk een belangrijk ding vind, is dat het Nederlands team altijd inspirerend moet zijn naar de rest van Nederland. En voor ons dus wat zaalhockey betreft. Dus ik denk dat wij nog een boel werk te verstouwen hebben om het zaalhockey echt een plek te geven. En zowel aan de bovenkant tot en met aan de onderkant. En er zijn nog heel wat weerstanden in te overwinnen. Maar het is natuurlijk een prachtig spel. Wat je eigenlijk altijd kan doen. En zeker in deze periode. Waarin het buiten allemaal wat nat en dat soort dingen wordt. En je ziet 1 graden vorst en het hele programma ligt eruit. Dus ik zeg maar zo, op het moment dat we kunnen zeggen van gaat je dak met zaalhockey in 2011, dan hebben we het goed gedaan.